Nou, ik kom net bij Kim vandaan, wat ik al jullie alvast weten. Maar ik wil even één ding zeggen. Ik had gedm'd met iemand. Nou, van, en die zei van... Nou, leuk dat je kijkt naar Groen Nieuwe Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En het is bagge weer. Wat ik al een keer heb vermeld. En ik word er moe van. In van regen algemeen word ik er ook gewoon moe van. Niet echt moe dat het regent. Nee, moe dat ik echt in slaap val als het regent. Dat ik niks te doen heb, geen nergens zin in. Maar ja, ik moet eigenlijk sowieso even gaan werken. Dat moet ook gebeuren. En het weekend is er dus helaas helemaal om. En ik ga daar dadelijk naar beneden even lekker dingen doen. Ik zie mijn schaduw zo. Hi Sander. Oh. Hé, hey, hij is er terug. Zie je? Hij wijst naar mij. Dat mag niet. Hé, hey, maar. Wat ik er nu ga doen is lekker naar beneden gaan. Dus ja. Laten we maar snel gaan. Nou, ik ben nu richting huis. Ik ben nu richting werk toe en... Gelukkig is het nu droog en hebben we gewoon keihard te gieten ook. En als het goed is over 2 minuten... gaat het weer keihard gieten. Zag ik. Ik heb nog gekeken, maar dan moet ik nog even dadelijk weer kijken. Ik heb voor zeker een paraplu meegenomen. En nou, voor de rest zie ik al. Dan ga ik dadelijk wachten weer bij de zon. En ja. En zeven. Hey! Hey! Dus, maar dan ga ik nu richting werk toe. Veel mensen, fans zo te zien. Hier langs fietsen. Dus, maar dan ga ik nu recht snel wachten bij de zon bij voor Kim. Dus. Ja. Ik hoop dat het niet gaat regenen, maar als we kijken, gaat het ook niet regenen. Dus het zou mooi zijn als het niet gaat regenen vandaag. Maar ja, we gaan laatst snel maar daar wachten. En ik heb heel een discussie gehad over mijn radioprogramma met mijn broertje. En die was ook vandaag ziek thuis. Maar daar had ik heel een discussie over gehad. Maar ja, het was een goed onderwerp, vond ik. Hij komt ook binnenkort als gast. Wanneer hou ik jullie in de gaten? Hou dan mijn Facebookpagina in de gaten. Ik heb apart aparte pagina voor mijn Facebook voor radioprogramma heet Patje en LVB. Zie je hieronder staan, Patje en LVB. Volg me even en laat ik alles weten wie als gast komen. En laat ik ook weten wie als gast komen. En waar ik over ga houden. Nou, over ga houden, dat kun jullie gewoon horen. Maar wie eigenlijk, ja, meestal eigenlijk als gast komen. En ja, hou je dus. Ik heb ook één nu hoor, kijk, kauwgompje. Dus hou hem in ieder geval ook mijn Facebookpagina in de gaten. Dan laat ik alles weten. Maar de avond nog maar gaan. Let's go. Nou, ik zei al dat het een beetje gaat regenen dadelijk, maar ik zie al als ik naar Petterplas kijk, daar zo, dat al een beetje gaan niezen is, maar alleen een paar druppels. Maar ik zag over een kwartiertje, ongeveer 15 minuten, gaat het echt hard regenen. Maar ik hoop het niet, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar ja, gelukkig heb ik deze bij een paraplu bij me, dus dan word ik niet nat. Echt heel vaak rijden hier zoveel auto's. En ik vind de laatste tijd dat ook die spoor te veel open gaat. Maar ja, want nu gaat eentje die kant naar over puis. Vijf minuten later gaat de trein die kant toe. Dus, maar ja, best irritant. Eigenlijk vind ik eerst wel eens vaak bij Boskoop. Ik denk dat het daar niet meer is. Maar ja, dat gaan we nog wel zien. Tenminste, ik weet dat niet. Maar ja, gelukkig waait het niet hard. Regen nog niet hard. Maar ja, dat ga ik nog wel zien. Maar ik ga het best regen. En ik ga nu even op Kim wachten. Als het goed is, kan ze over een paar minuten komen. Dus gaan we nog eens. Laten we lekker wachten. Nou, ik kom net bij Kim vandaan, wat ik al jullie alvast weten. Maar ik wil even één ding zeggen. Ik had gedm'd met iemand. Nou, van, en die zei van... Waarom is Hans de hele tijd niet online? Ik ga hier een mening over geven. Dat is... Het is gewoon iets privés. Het is niks tussen mij en Hans, maar gewoon, er is gewoon privé's. En wil ik niet over hebben. Ik ga het niet naar buiten gooien. Jullie komen niet te weten
wil ik ook gelijk bij je zeggen. Maar het is gewoon iets privés. Dat Hans tijdelijk niet in de voorgrond komt wel weer. Ik kan jullie binnenkort, kan ik zeggen, Hans komt binnenkort weer in de vlog. En ja, dat kan ik er vast enigszins erbij zeggen. En dat ik nu richting mijn huis ben. Maar tussen mij en Hans is er niks. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? We hebben geen ruzie. Dat is het. We zijn gewoon vrienden en... Ja, mijn haar doet een beetje irritant en vandaar dat ik paraplu. Maar er is gewoon niks. We hebben geen ruzie, we zijn gewoon vrienden en verder niks. Noppa. Dus ik ben een leuke dag gehad. Verder eigenlijk nu laatst tijd droog. Ik ben niet genat geregend vandaag, gelukkig. Nou, mijn haar doet nog steeds irritant. Maar ja, maakt niet uit. Ik ben ook bezig met het nu even. Ga ik nu gelijk even video's beginnen. En daarna ga ik lekker slapen en voor de rest zie ik nog wel. En ik moet even dadelijk voor kijken. Want binnenkort heb Kim iets en heb ik. Ga ik misschien iets doen. Maar dan ga ik nog even kijken. Maar en dan ga ik ook voor de trein kijken. En wat ga ik dan doen? Ik ga heel misschien naar Feyenoord NAC. Maar dan ga ik nog even kijken. Want er zijn de omdringingen ook wat ik moet doen. Dus ik ga eerst even kijken of hoe het allemaal zit. Dus laten we dan maar even kijken. En ik ga nog iets doen. Dus, en dat zien jullie binnenkort wel. Dingen op computer, maar ik ga ook voor treinen kijken. Want ik ga meestal altijd met de trein naar Feyenoord. En ik ben ook gelijk met de video bezig. Dus, dat ga ik ook even snel doen. Ja, binnenkort komt ook vlog 179. En vlog 77, als het goed is, zag ik goed zeg. En vlog 580. Ja, dat gaat hard met mijn vlogs. Dus ja, zo. Ik ben altijd wel snel aan het regelen. Maar wat ik ook eigenlijk ook wil zeggen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe eens sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn. Als je hier beneden abonneert, ben je nog niet op Kim geabonneerd. Zou ook tof zijn als je hier beneden op linkje kijkt, in beschrijving kijkt en op Kim abonneert. En zeg, was veel kijkers een nieuwe vlog om 6 uur. Zeg hierbij, laters!